Ik wil nog even een kijkje nemen bij de styliste Marije. Ze was vanmorgen een nieuwe woning aan het inrichten en ik ben benieuwd naar het eindresultaat van haar creatie. Hey, kijk nou. Hey, zeg. Hallo. Het is af. Het is je gelukt binnen de tijd, hè? Jeetje, wat een werk. Ja, we hebben heel hard gewerkt. Maar we zijn klaar. Het ziet er echt super deluxe. Tafel helemaal gedekt. Fantastisch. Ja, het is heel mooi geworden. Heel blij mee. Heel luxe. Ja. Gaan deze mensen ook verhuren? Nee, deze mensen gaan niet verhuren. Nee. En zijn er nou echt do's en don'ts met het inrichten van een huis? Nou, dat valt mee. Ja? Op het moment dat het verhuurd wordt, moet je wel op een aantal dingen letten. Maar daar zijn de pakketten op samengesteld. Qua stoffen werken we veel met Sky. Tafels die tegen een stootje kunnen. Ja. 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 Maar het ziet er nog wel steeds heel erg leuk uit. Wat mij opvalt trouwens, want vroeger ging eigenlijk je oude meubelen uit je eigen huis, die zet je dan in je vakantiehuisje. Ja. Maar dit voelt echt als een tweede woning, hè? Ja. Tweede thuis echt. Ja, het is echt wel wat luxer geworden dan een aantal jaar geleden. Oh, heerlijk. Mooi ook, hoor. Ja, super. En daar mooie uitzichten. Kijk nou. Het is juist het uitzicht. Hey, goed zeg. Ja. Het uitzicht maakt het bijzonder hier. Maar waar haal jij nou je inspiratie vandaan als je dit gaat inrichten? De inspiratie haal ik overal vandaan. Maar hier hebben we bewust gekeken naar het blauw van buiten, het groen. Dus dat hebben we terug laten komen. En daar was de klant het ook mee eens. Lekker fris. Ja. Mooi. En anders dan anders, dat is ook leuk. Ja. Okay. Zo heb je er niet heel veel. Nee, hè? Nee. Kijk, zelfs de badkamer is gedaan, zeg. Heel in stijl. Ja. Heb jij nu nog een ultieme stylingtip? Nou, het belangrijkste is dat mensen zich thuis voelen in een droomhuis. Hoe doen ze dat? Nou, met accessoires maak je het helemaal af. Dus dat is heel belangrijk om dingen nog toe te voegen. Okay. Nou, ik voel me hier helemaal thuis. Dus je hebt het super goed gedaan. Heel erg bedankt. Leuk om te zien.